Qua accommodatie is het complex van Roda Raalte natuurlijk wel topklasse waardig, al wil de gemeente de subsidie wel terug gaan draaien voor die accommodatie. Roda Raalte dus op jacht naar de topklasse. Hier voor de wedstrijd tegen AFC met links Martin Drent, de trainer, en rechts Johnny van Beukering. En na het halen van de periodetitel is het kampioenschap nu een doel op zich. Het zou onnozel zijn om te zeggen van dat we nog steeds bij de eerste vier willen eindigen wat de doelstelling was en een periode pakken. Nou, de periode is nu binnen. Ik vind ook als je één periode kan pakken, kan je ook twee periodes pakken. En, nou, we willen graag met 5 punten voorsprong naar Sneek. En dan kunnen we Sneek volgende week op 8 punten zetten. Nou, dan zijn ze voorlopig even weg. Het doel is om kampioen te worden uiteraard. Want, maar goed, als club zeggen we van topklasse is mooi. Het is mooi om een keer mee te maken. Als we het redden, redden we het. Maar het is niet op de lange termijn niet de doelstelling. Maar ik denk dat wij daar als Roda niet groot genoeg voor zijn. Dan die wedstrijd tegen AFC Arnhem. Dat vorig seizoen nog in de topklasse acteerde als FC Presikhaaf. Nu de fusieclub. Met Dennis van Beukering als trainer. En u zag al Johnny van Beukering. Dat is de assistenttrainer van zijn broer dus. De ploeg in het groen-wit. Arnhem krijgt de eerste goal. Het is na een kleine 20 minuten voetbal als Pasquinel Minkman de gasten op voorsprong zet. Na een rommelige beginfase waarin de Roda Raalte onrustig acteert. Dan Roda. Met hier het duwtje in de rug van Denis Sabas, de topscorer van de Raaltenaren. En dan legt de scheidsrechter de bal op de stip. Scheidsrechter Alwin Steeg. Zware beslissing. En Sabas doet het zelf. Het is zo'n oude voetbalwet die zegt dat moet je niet doen. Penalty zelf nemen als je de veroorzaker bent van de penalty. En hij mist dus. Minuutje later. Komt de bal voor. En daar het inkomen van Nigel Burleson. En dan gaat hij weer op de stip. Het geel is voor de Arnhemse verdediger. En de tweede penalty voor Roda Raalte, een feit. Sabas doet het niet weer. Jeffrey de Visser wel. En de oud-prof van onder meer FC Twente, Heracles, Emmen en de Graafschap faalt niet. Nog steeds de eerste helft. Met Lars Kamperman Levering die bal voor probeert te brengen. En dan de kans. Weer voor Denis Sabas. Met 11 goals de clubtopscorer. Dan aan de andere kant. Niet ver voor rust. Wordt de ruimte gelaten. In eerste instantie niet, maar in tweede instantie gaat hij er wel in. AFC Arnhem op voorsprong. Essen Gourbous met de goal. Ruben Tepperik heeft zijn handje er nog wel tegenaan, maar het is toch 1-2. Slotfase van de eerste helft met wat onbenullig inkomen van Nigel Burleson en die had al geel. En dat is dus rood. AFC kletst er af en toe lekker in. Dan de tweede helft met weer AFC Arnhem dat de kansen krijgt hoor. Ondanks de ondertalsituatie. En zo verstopt de ploeg van Dennis en Johnny van Beukering zich zeker niet. Dit is Michael Peters. Nou, die gaat maar eens schieten. En dan mist Sultan Holtak. In Wabroda. Dat er dan moeilijk uitkomt. Zeker niet de beste wedstrijd speelt. Het is bij Vlagen heel rommelig. Lars Kamperman Levering opkomen. De ruimte is er bij Dennis Hettinga. Schieten. En daar moet hij toch zitten. Ja, nu wel. Denis Sabas, wie anders zou je zeggen. Met zijn 12e van het seizoen. En dan is het gelijk.
En is het aan Roda om de driepunter in het laatste half uur alsnog over de streep te trekken. Nou, dit is de tweede rode. Die is voor Dennis van Beukering, zittend. Johnny van Beukering, ja, ze lijken op elkaar. Voegt de scheidsrechter ook nog wat toe. En hier nog een keer de goal in de vertraagde beelden. Sabas. En Van Beukering moet dus naar de tribune. Dennis wel te verstaan. En zo wordt het al met al een heet middagje. In Raalte. Op Sportpark Teijeraan. Met hier weer de kans voor Hettinga. Zonder goed te spelen krijgt de ploeg van trainer Martin Drent toch een dozijn kansen. Hamid Sarbaf. Dennis Hettinga. Zo. En daar is het behoorlijk inkomen van Shivan Hamdaziz. Geel is het sowieso. En dat had hij al. En dus kan ook hij vertrekken. 11 tegen 9 voor wat betreft de personele bezetting nu. Hoekschop van de Visser. En dan overgekopt. Kansen zijn er zeker, absoluut. Maar het benutten, dat wil nog niet echt lukken. Dennis Sabas lijkt die bal nog net binnen te houden. Gaat tot aan de achterlijn. Hoe mis je hem, zou je zeggen. Bijna op de lijn Dennis Hettinga. En zo blijft AFC Arnhem hopen op een puntje. En heeft het daar alles voor over. Kijkt u even mee. Hettinga, boom. Dank u wel. Jongen, 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 wat een overtreding. Rafik El Malki is de derde speler van AFC Arnhem die naar de kleedkamer kan. En zo is het 11 tegen 8. Gaat het Roda Raalte dan toch nog lukken om te winnen van AFC? Nee, want deze bal gaat net naast. En het is het laatste wapenfeit, Denis Sabas, van deze wedstrijd. En dus blijft het teleurstellend voor Roda bij 2 tegen 2.